uit te leggen. Ik moet het wel even aangeven. Oké, dit moet je natuurlijk gaan opslaan, hè, want je hebt nu nog eigenlijk een untitled ding. Het is beter om gewoon een site management ding te maken. Ik heb hier dus een aantal al gemaakt. Ik ga dus een nieuwe maken, zodat jullie kunnen zien hoe je dat doet. Ik zal heel even nog laten zien hoe je hier komt. Je hebt hier bij je files, heb je waarschijnlijk nog niks staan. Je kunt op Manage Sites klikken. Dan maak je een nieuwe site aan. Ik heb er al een aantal staan, maar jullie waarschijnlijk niet. Nou, deze heet gewoon Jackie 2. Ik heb er al een aantal Jackies aangemaakt. En wat je hier aangeeft is eigenlijk waar je de site gaat neerzetten. Nou, wij hebben dus hier een aantal mappen staan. Normaal maak ik gewoon één map www.root aan. En daar zet je dus eigenlijk ook gewoon alles neer wat je eigenlijk wil uploaden voor je website. Dus dat is je HTML-bestanden, CSS-bestanden, plaatjes. Maar dat zijn wel de plaatjes die je dus hebt geoptimaliseerd voor web. Eventueel, ja, wat kun je dan nog meer neerzetten? Bijvoorbeeld filmpjes, als je filmpjes erbij wil zetten. Maar verder moet er dus niks in staan in die map, zoals bijvoorbeeld Photoshop documenten, Illustrator documenten, Word documenten, dat soort dingen, die moeten daar niet staan. Want die ga je ook niet uploaden, want simpelweg, mensen kunnen daar niks mee. Die kunnen eigenlijk geen Photoshop document bekijken via hun browser. Dus het neemt eigenlijk alleen maar plaats in op je server. En je kunt er niks mee. Dus zorg ervoor dat die map netjes blijft. Dus ik noem deze map nou www.root 2. Het moet een naam hebben. Normaal heb je niet zoveel mapjes nodig natuurlijk. Want aan één www.root is het prima. Maar omdat dus nu een nieuw project wil aanmaken vanaf 0. Pak dus een nieuwe map. Ik selecteer die. En ik save dit eigenlijk. Nou zie je dus dat hier nog helemaal niks in staat. Nou dat kan wel kloppen, want we hebben dit HTML bestand niet opgeslagen. Dus ik ga dat dus eerst doen. Save. En je pakt die map, die www. Root 2 dan ook automatisch als, ja, als de map waar alles komt te staan. Ik noem hem nu default. Hij maakt er automatisch .html achter als het goed is. Dus dat ga ik nu doen. En je ziet dus in die, als ik dat dus doe, dan komt hij dus hier ook bij te staan. Wat is hier het voordeel van het managed site van Dreamweaver? Nou, voornamelijk als jij bijvoorbeeld bepaalde variabelen namen verandert, dan vraagt hij van oké, moet ik dit doorvoeren door alle pagina's door. En dan kun je zeggen van ja, vooral ook met linkjes en zo is het ook een heel stuk makkelijker. Sowieso dit sitebeheer, hier kun je dus ook je FTP gegevens invullen. En dan kun je eigenlijk via deze manager automatisch uploaden als je je bestand opslaat naar jouw server. Dus waar je site echt staat. Want voor de mensen die nog helemaal nieuw zijn voor het concept. Je hebt dus je lokale bestanden. Dat zijn dus bestanden die gewoon op je laptop of op je computer staan. Maar dat zijn natuurlijk niet de bestanden waar mensen, als ze naar jouw website toe gaan, zien. Die bestanden die worden geüpload naar een server. Wat eigenlijk gewoon inhoudt gewoon een grote computer met een grote harde schijf ergens in Amsterdam of in Amerika. Waar gewoon een stukje is vrijgehouden waar jij je spulletjes neer kan zetten. Normaal gezien heb je daar gewoon een IP-adres voor. Dat houdt eigenlijk in, net als een telefoonnummer, een reeks van nummers. Nu is het zo dat de reeks van nummers nogal moeilijk te onthouden is. En daar hebben ze dus een protocol voor verzonnen. Van nou oké, dan maken we domeinnamen voor. En domeinnamen zijn eigenlijk gewoon doorverwijzingen naar die telefoonnummers. Dus als je www.google intypt, dan is het eigenlijk zo dat je dus eigenlijk zegt van oké, ik wil naar Google toe en hij zoekt het juiste IP-adres
daarvoor en laat je de Google-pagina zien. Dus als je... ik weet even niet waar ik naartoe wil met het verhaal, maar je moet dus eigenlijk je spullen... Ja, dat is het dus, die server. Daar moet je dus eigenlijk bestanden naartoe uploaden. Nou, iedereen weet wat downloaden is, hè. Muziekjes downloaden, films downloaden, een plaatje downloaden. Maar uploaden is eigenlijk het precies tegenovergestelde. Dus als jij bestanden uploadt, dan stuur je het eigenlijk het internet op. In plaats van met downloaden dat je het van het internet afhaalt. Maar dat moet je dus wel doen. Ik heb hier dus ook nog een videotutorial voor hoe je dat in Dreamweaver kunt doen. Bestanden uploaden. Dat is een losse videotutorial. Ik zal die er ook bij plaatsen bij deze videotutorial. Zodat je ook makkelijk hoe je moet uploaden met Dreamweaver. Voor nu dit geval, om het bouwen van een HTML pagina met Stylesheet, is het nu nog niet echt meteen nodig om dat uit te leggen. Ik ga eerst gewoon de pagina lokaal helemaal bouwen. En dan leer je vanzelf daarna, als hij helemaal gebouwd is, offline, hoe je hem dan moet uploaden met die laatste videotutorial.